hier met een nieuwe video. En in deze video gaan wij op CubeCraft een nieuwe map uittesten. Tenminste, nieuw. Hij is niet echt nieuw, maar ik wil hem toch een keer gespeeld hebben op mijn kanaal. Dus hij is al een week oud of zo, twee weken. Dat is namelijk de map. Kijk eens even, we zien hem hier meteen. De map Atlantis. Deze map is volgens mij vrij cool. Zeg maar, de eilandjes zijn wel iets minder. Ik vind de eilandjes vind ik niet geweldig. Ik vind het midden trouwens wel echt super awesome. Er zijn echt gewoon dicht chesten. Ja, het midden is gewoon echt super chill. En ja, de eilanden liggen redelijk ver uit elkaar. Dus dat is wel een klein beetje jammer van deze map. Maar verder heeft de map volgens mij 3 kisten. En het midden heeft ongeveer 7-8 kisten. En vrij veel kisten, ook daarboven sowieso eentje. En sowieso lijkt het me echt super vet om op dat midden te komen en dan helemaal daar op de top te staan. Dat is gewoon vet chill en dan win je misschien ook nog wel. Maar ja, we gaan gewoon even deze map een paar keer spelen. Niet al te vaak, maar alleen maar een beetje om te introduceren hoe deze map nou precies werkt en hoe het allemaal in elkaar steekt. En hier is dus een kist bovenop het eiland. Hier kun je lapis vinden. Niet dat je echt iets hebt, maar mocht je de enchanter kit hebben, kun je in ieder geval enchanten. Ja, hier is ja, een kist. En hier is volgens mij een secret. Ja, hier is gewoon een secret kist. Net zoals bij de map Sunday. Daar zit ook zo'n secret kist in het midden. En hier ook. Gewoon net zoals de map Sunday. En verder vind ik de map wel mooi aangekleed. Hij is wel een 1.8 map. Want je ziet er echt heel veel blokken van 1.8. Normaal hou ik niet echt van die blokken van 1.8. Maar op zich, deze blokken gaan nog wel. Ja, kunnen wij een fishing rod kill maken? Dat kan helaas niet. Die kant ja, is ook niks. Dus dan gaan we maar proberen deze gozer aan te vallen. Ja, ik word met eieren bekogeld, dat is niet zo mooi. Oh, nou moeten we even een zwaard erbij pakken, want nou gaan we even een gevecht winnen op de map Atlantis. Van een gouden appeltje eten, want anders gaan we dood. Dat is ook niet de bedoeling. Hallo meneertje, wil je even een beetje afstand nemen? Want ik duld jou niet in mijn buurt. Hier, neem een pijl in uw gezicht. Neem nog een pijl. Neem nog een pijl. Neem nog een pijl. Neem nog een pijl. Neem gewoon alle pijlen die ik heb, ze zijn helemaal gratis. En ja, nu ga ik naar je toe komen, want nu ben je gedamaged. En ik ben heel slim. Ja, ik praat niet te luid dat mijn broertjes liggen op bed, dus vandaar. Maar dat maakt niet heel veel uit, want wij kunnen alsnog wel ownen op deze map. Ja, wij gaan deze gozer gewoon aanvallen, denk ik. Want ik heb hem al een paar keer gehit, hij kan al wel gegend zijn. Maar ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Jumel, hij heeft zich wel heel goed ingebouwd. Maar gelukkig zouden wij het ook niet zijn als wij gemeen zijn. Dus wij gaan in zijn holletje binnendringen en wij gaan hem helemaal kapot rammen. Ja, hoe gaan wij dat doen? Wij gaan hem verrassen natuurlijk. Ja, hij is dood. Mooi zo, die lava die boeit mij echt helemaal niks. Want ja, ik heb hem gedood. Dus ja, wij zijn wel een beetje aan het ownen op deze map. Oké, we zijn nog 7 players over. Ik ga even buiten kijken, want ja, hier binnen is het ook saai. Dat midden lijkt me wel echt chill om daar een keer te zijn. Dus wie weet, ja oké, we gaan gewoon naar het midden toe. Weet je, voor de hashtag YOLO, mochten we doodgaan, ja, dat is dan jammer. Maar ik wil gewoon het midden een keer proberen te bezoeken. Omdat het midden gewoon echt gewoon iets wil is waar je gewoon echt wil, graag wil zijn. Dus ik ga zo snel mogelijk naar het midden toe. Ik doe dat wel op een voorzichtige manier. Want ja, je weet maar nooit of je eraf geklungeld wordt en vanaf waar. En allemaal even een beetje in de gaten houden. En dan gaan we zo een beetje rustig naar het midden toe. Ik moet nog wel een aardig eind. Ik voel al van alles bij me langs gooien. Ook al is dat niet zo. Je denkt toch van oeh. Dus we gaan even kijken of wij bij dat midden kunnen komen. Dat zal echt super chill zijn. Ik zie er allemaal eieren en spul wat wordt gegooid. Ja hoor, met pijl en boog. Ik moet nu springen. Ja, ik heb gesprongen en ik heb goed gesprongen. Hier is in ieder geval een kist met boots. Oh jongens, ik word geraakt. Ik word geraakt door iets. Waarschijnlijk door pijl en boog. Maar die heb ik zelf ook. Is hier ook iemand toevallig op dit eiland? Ik denk het niet. Nou, hier zijn dus enchanting tables. Dat is eigenlijk best wel cool. Wat is hier nog meer? Ja, hier is nog een kist. Die heb ik nog niet geopend. Daar zit zelfs een powerboog in. En daar zitten nog wat extra pijlen in. Daar zitten nog wat extra pijlen in. Wel goed Nederlands gebruik ik het ook. Ja, die gozers kunnen wij wel even een beetje aanvallen. Want dit is helaas een team. Dus dat is niet zo mooi. En maybe kunnen we ze ownen. Ja, die een is dood. En nu die andere nog. Oh, dat was wel een super nice snipe. En die andere is ook dood. What the heck? Een double snipe. Holy shit, hoe krijg ik dat nou weer voor elkaar? Echt gewoon random potje op map Atlantis. En ik heb echt een prachtige team gekillt zonder die eens bij in de buurt te komen. Ik vond het eigenlijk best wel geniaal. Je kunt trouwens ook god apples maken met dat goud. Oh nee, dat zijn gouden, hoe heet dat? Pressure plates. For Toad Player 13. Ik weet niet wat hij zei. For Toad Player 13. Waarschijnlijk Toad Player 13 for the win.
Maar ik ga even hier naar boven toe. Even kijken, nu moet ik even boven op dat schip. Want dat lijkt me echt super vet. En vanuit daar kunnen we misschien wel winnen ook. Dus ja, we gaan even kijken hoe we dit gaan doen. Dit is wel een beetje lastig. Kijk, zo doen we dat. Hoe kom ik eigenlijk aan leaves? Oh, dat zijn geen leaves. Het zijn dark prismarines. Ja, ik speel. Jongens, dat faal ik. Ja, dit is ook wel een beetje irritant gemaakt, deze boot. Maar ja, boot. Praat gaat soms ook lastig, hè. Als je een beetje concentreert. Oké, nou, we gaan hier even naar boven toe. Dus zo, hoppakee. Dan zijn we hier even bijna boven. Gaat de ladder hier verder toevallig? Nee, we moeten hier echt helemaal zelf naar boven bouwen. Nou, hartstikke fijn en gezellig. Ik ga niet reageren op het chat, ook al lees ik het wel. En ook al reageer ik er nu eigenlijk wel op. Dat doe ik normaal nooit. Dus dan weten jullie wel even. Dat is nou best irritant. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Het heeft totaal geen nut. Oké, ik ga even naar boven toe. La 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 la. Dat heb ik ook een paar keer gezegd. Maar het duurt maar en het duurt maar. Ik kom maar niet boven, jongens. Het is echt een bokken en naar boven toe. Maar als je boven bent, dan heb je ook wat. Kijk maar, ik ben nu freaking op het bovenste puntje van de map Atlantis. Dus dat vind ik eigenlijk wel een, ja... Een mooi momentje waard. Ik zit gewoon op de mast. Hartstikke chill. En geweldig. Ja. That's it. Ik ga even kijken wat hierin zit. Pijlen, die zijn op zich wel handig. De chestplate had ik al. Vier players zijn er nog over. Ik zie daar sowieso iemand. En waar is de rest? Want ik zie voor de rest niet echt... Oh, dat scheelde zo weinig. Ik had hem zo kunnen snipen. Ik word echt steeds beter in pijlen omhoog. Maar deze had ik wel kunnen snipen op zich. Maar ja, dat is helaas weer een team. En dat baal ik eigenlijk best wel van. Dus we moeten proberen dit... Oh, had hij anti-knockback? Nee, het geen anti-knockback. Oké, dan had ik hem ook nog kunnen killen ook. Oké, nou, hij probeert mij eraf te schieten. Ik zie het wel. Nou, ik schiet hun raak. En zij schieten mij niet raak. Terwijl het is best moeilijk om van boven te schieten. Ja, kom op. Ja, die was wel weer raak. En ik heb nog vier pijlen. Maybe kunnen we nog iemand killen. Ik denk het niet, maar we kunnen altijd... Nee, oké, we hebben geen pijlen meer. Oké, we moeten nu even kijken waar we nu naartoe moeten. Ik heb niet zoveel bouwstuf. Ik heb nog 14 bouwblokken. Het valt eigenlijk reuze tegen. Kan ik hier ook veilig... Och, jongens, het moet ook weer... Oh, het moet ook weer zo gevaarlijk, hè. Het moet ook weer gevaarlijk. Ik moet ook weer risico nemen. Oké, dat is helaas niet... Oh, er is iemand dood. Dat is altijd gunstig. En er zijn nog 3 mensen over, waaronder ik. Dus ik zie daar nog een kist die ik ook nog niet heb geloot. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. Ja, tuurlijk. Ga maar weer vallen. Breek je benen maar weer. Die kist had ik volgens mij wel gehad. Het kan ook best zijn dat ik die niet heb gehad. Maar ik pak gewoon deze. We hebben bouwblokken. Dat is best wel nuttig nu. Aangezien er nog maar 3 mensen over zijn. Ik zie daar zie ik iemand. En ik heb er geen idee waar die andere is. Alleen, ja, ik ga wel op deze af, denk ik. Ik zie daar trouwens beneden ook nog een kist. Ja, die zijn niet best wel kisten. Die zijn ook wel redelijk wat diamonds. Alleen, ik zie nu even niet waar die andere gozer is. Of zijn het nou een teamers? Nee, volgens mij zijn ze niet aan het teamen, maar... Ach ja, YOLO, ik zie die andere niet. Ik ga wel naar deze toe, denk ik. Oh, IJsman beschieten, dat is niet zo mooi. Oh, ik heb geen pijlen meer. Oeh, ik viel er bijna af. Dat was niet zo handig van mij. Maar ik weet niet waar die andere gozer is. Die andere gozer is echt gewoon een beetje aan het verstoppen. Laten we maar naar deze gooien. Ja, ik heb geen gooisters meer, dus dat is vrij jammer. Maar goed, die gozer gaat weg. Dat is mooi. Dan kan ik straks naar hem toe komen via de bruggetjes. Want hij heeft wel een pijlen boven, dus ik moet eigenlijk heel voorzichtig zijn. Want anders dan kan hij hem echt zomaar killen en dat vind ik eigenlijk te zonde. Want ik probeer dit potje wel gewoon lekker te winnen namelijk. Oh, daar is die andere. Oké. Dat is duidelijk. Die gozer zit daar te schieten en die gozer zit daar op dat eiland. Oké, het wordt me alweer wat duidelijker, denk ik. Maar ik moet natuurlijk ook op die gozer oppassen. Want die kan... Ah, die zit echt gewoon de hele tijd in zijn eiland. Dus dat is echt gewoon een pushy. Alleen, nu kan ik op zich wel even naar een eiland toe gaan. Aangezien het niet heel risicovol is. Ik moet wel oppassen voor die man, want die heeft zijn pijlen boven in aanslag. Alleen, deze man doet echt gewoon letterlijk niks. Dus ik ga nu proberen zo ver mogelijk te bouwen. Zonder dat iemand mij ziet of eraf snijdt. Dus 5, 4, 3, 2, 1... En daar ben ik nog niet ver genoeg. Dat is toch vrij jammer. Dan pak ik hier even wat hout. Dan kunnen wij tenminste ver komen. Hier hebben we gelukkig nog een Silk Touch pickaxe. Daarmee kunnen we wel wat van dat spul minen. Van die clay. Waar is die gozer nou dan? Oh, die gozer zit daar met pijlen boog. Oké, dat is wel een beetje gevaarlijk. Maar goed, ik kan het ontwagen, denk ik. Ja, hij zit er wel met pijlen boog, hè. Het is een beetje lastig. Ik kan eerst die kist ook even checken, maar ik kan ook meteen naar
Oh, hij schiet op me raak. Oké, dan moet ik wel oppassen. Dus. Dat had ik eigenlijk praktisch niet verwacht. Maar ik kan wel proberen om nog even een... Oh, hij heeft een pijlenboog. Ja, oké, hij is best wel goed een pijlenboog, jongens. Dat is best wel jammer. Ja, weet je, we gaan gewoon een beetje afwachten. Dat is heel leuk, dat weet ik. Nee, maar we moeten dit potje wel winnen. Dus vandaar ga ik ook even een beetje sneaken en dat soort dingen. En het proberen om... Ja, bij dat eiland te komen, want dan ben ik redelijk veilig. Dus ja, nu ga ik dood, denk ik. Als ik niet wil. Oké, dat valt er reuze mee. We moeten er even wat blokjes hebben, jongens. Dus we pakken hier even wat blokjes vandaan. Want die hebben we nodig, zeg maar. Oké, nou, we hebben hier best wel genoeg bouwstukken. Dus 1, 2. En nou kunnen we nog net niet springen. Dat is vrij jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik al kon springen. Maar ik heb hier nog een witte bol. En daarna kunnen wij springen. Dus we hebben het heel creatief gedaan, vind ik. En die sprong kunnen we zeker nog niet halen. Nee, helaas. Die kunnen we nog niet halen. Moeten we hier nog een beetje van die blokken moeten we even verzamelen. Nu hebben we zeker genoeg blokken. Dus nu moeten we even... Oh, ik viel bijna naar beneden. Dat was niet de bedoeling. Ik ben hier... Oh ja, dat was... daar komt hij ook uit zijn halletje. Dat was jammer. Dat kan gebeuren. Bedankt voor het kijken allemaal naar deze video. Winnen komt nog wel een keer op wat land is. Maar ik heb in ieder geval de map nu een beetje laten zien. En ja, dit was de map. En bedankt voor het kijken allemaal. Leuke map. Zeker hier. Er zijn heel veel kistjes. En ja. Ik hoop dat het wel voor een video. Ik wilde er even als extra special video doen. De map wat land is. Dat is trouwens water. Dat is mooi toch. Oké. Tot de volgende keer. Doei.